Hartelijk welkom bij de eerste van een serie video's over de nieuwe laser, de Ortho Laser Master 3. Deze eerste video gaat over het unboxen. En dat heb ik al gedaan gisteren in een livestream. En ik heb die livestream vervolgens gedownload vanaf YouTube en opgesplitst in twee delen. Eén deel gaat over het unboxen en één deel gaat over de bouw. U gaat dus kijken zometeen naar de livestream waarin ik unbox. Let niet te veel op de videokwaliteit. Mijn internetverbinding en mijn computers zijn nou niet zo sterk dat je een hele vloeiende ervaring krijgt. Maar ik denk dat het op zich wel te bekijken valt. De Ortho Laser Master 3, ik leg in de video ook uit waarom ik hem gekocht heb. Welke redenen ik daarvoor heb. Ik heb in een van de delen van de video's ook verteld dat ik toch ook wel mijn issues heb met Ortho, ondanks dat ze mooie machines maken. En ik kan nu al voor wegnemen, en dat zal ik in de tweede video vooraf een stukje over zeggen, dat ook hier, ondanks dat dit een geweldig apparaat is, heel mooi gebouwd is, heel fraai allemaal, er toch ook wel problemen in zitten. En die problemen zullen aangepakt moeten worden. Nou, gedeeltelijk zit hem dat in de handleiding van het apparaat, die ondanks alle moeite die ze erin gestoken hebben, toch niet afdoende is. En waarbij ik vind dat ze met name de dingen waar het werkelijk om gaat, over het hoofd zien. En dat is daar waar echt detail benodigd is om iets te laten zien wat tricky is, gevaarlijk is of misschien zelfs tot schade kan leiden. Ik ga u alvast heel veel plezier wensen met de eerste van deze video's, de unboxing van de Ortho Laser Master 3. En dan ga ik zometeen daarna de video in orde maken waarin u de bouw van het apparaat ziet. Nogmaals, u gaat kijken naar de livestream van gisteren. Heel veel plezier en tot de volgende keer. Dag. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze livestream. Het is een beetje behelpen allemaal. Ik ga even geluid ergens vandaan uitzetten, dus één momentje. Zo. Nogmaals hartelijk welkom allemaal, hartelijk welkom bij mijn livestream, de eerste van 2023. Ik weet niet of er meer volgen, want dat hangt helemaal van het aantal bezoekers af. En natuurlijk ook van de dingen die wel of niet gebeuren, of er veel bezoekers zijn en hoe of wat. Het is voor mij ook altijd een strijd om met een livestream aan de gang te gaan, om de hele simpele reden dat ik... Even dat iets verdraaien, zo. Dat ik wel redelijk technisch ingesteld ben, maar geen hele dure videoapparatuur en dergelijke heb. Desalniettemin vandaag in deze livestream met drie camera's aan de gang. Te meer omdat ik deze livestream aan het eind wat uit elkaar wil knippen in een tweetal video's aan een unbox video van deze Ortho Laser Master 3. En daarna de bouw van dat apparaat, van die laser. Dat gaat dus het hele gebeuren vanavond hier in beslag nemen. Ik hoop toch dat u het leuk gaat vinden. Al kijkt u de video achteraf. Geen zorgen, het is serieus verhaal. Ik ben absoluut serieus bezig met hier die... bouw en dergelijke te gaan doen. Nou ben ik mijn chat weer kwijt. Ik ben zo atechnisch op dat soort dingen. Dit is dingen die je bijna nooit doet. Even kijken. Waar ben je? Zo. Ja. Hi Roman. En hi Tima. Oké. Mark Holtmans, Luc Kinnaert, allemaal hartstikke welkom. As you can see, for one moment in English,
My two 3D print proteges are here. Those are both Ukrainian refugees, Roman and Tima. Very welcome. But the rest of the stream will be in Dutch. Voor alle andere mensen, we gaan de stream natuurlijk in het Nederlands doen. De Tima en Roman zijn mijn Oekraïense vluchtelingen die bij mij 3D printles hebben. En daar ga ik fijn mee aan de gang. Ik weet niet of ik veel in staat ben om de chat te volgen. Ik heb hele slechte ogen en die laptop die de chat toont, die staat redelijk ver van me af en die durf ik niet dichterbij te zetten omdat daar ook een camera op staat. Oké, prima. Luc, ik zie dat je de modelbouw meedoet. Misschien heb je aan het begin van de stream de presentatie gezien dat op 4 maart, 11 maart en 18 maart in Kapellen in België, net boven Antwerpen bij Brasschaat, er een evenement op het winkelcentrum plaatsvindt. Mode meets modelbouw. En dat evenement, daar ga ik 3 zaterdagen aanwezig zijn. Om verschillende redenen. Met laser, maar niet met deze nieuwe laser. Ik ga daar mijn oude laser naar meenemen. Dat is de Laser Master 2 15 watt versie. Goed, zul je je afvragen. Om te beginnen, waarom een nieuwe laser? Ik kan me voorstellen dat je je die vraag stelt. Eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is het zo dat ik al een hele tijd aanloop tegen het feit dat mijn 3 mm hout het maximale is wat ik met mijn 15 watt ingangsspanning, dus dat is uitgangsspanning 3,5 watt, 4,5 watt daartussenin, kom ik niet verder als, heel leuk dat je er zult zijn, is dat dat niet meer als 3 mm timmerhout aan kan, dus zacht hout. En dat is op zich niet erg, maar je hebt vaak van die hele mooie objecten die je overal kunt downloaden, bijvoorbeeld op amede.com, waarbij je een leuke locomotief kunt maken, maar dan ook echt in 3D. Dan kan je vertellen, moet je niet proberen met 3 mm timmerhout. Dat hout breekt je aan alle kanten af en dat gaat niet goed komen. Dus minimaal heb je daarvoor nodig 4 mm tot 5 mm. Nou, daarvoor heb ik natuurlijk een andere laser nodig, dat is één ding. Tweede is dat de voorzienigheid wil het dan dus zo dat een week of 2 geleden mijn laser kuren begon te krijgen. Nou, daar hebben jullie ook allemaal op gereageerd. Wat er gebeurde was dat de acrylplaat waarop de lasermodule zit, daar zitten gaten in voorgeboord. En in het gebruik, op de een of andere manier, zijn die gaten die zijn als het ware uitgelubberd. Die zijn als het ware uitgesleten, waardoor de 4 wieltjes die achter die plaat zitten, er draaien 4 wieltjes mee. Daarvan draaiden er nog maar 3. 1 draaide er niet meer. En daardoor kreeg ik de gekste problemen met die laser. Dat als ik bijvoorbeeld van links naar rechts wilde met mijn lasermodule, dan begon die te ratelen of zo. En, nou, heel vervelend. Dat heb ik opgelost, geen probleem. Ik heb die acrylplaat eraf gehaald. Ik heb die gaten gevuld met epoxyhars. Die heb ik stevig hard laten worden. Vervolgens opnieuw gaten geboord op de juiste plek. En dat allemaal weer gemonteerd. Hij doet het ook. Het zal ook waarschijnlijk de laser zijn die ik mee ga nemen naar Kapellen. Als alles goed gaat tenminste. En waarom? Omdat ik daar de mal gemaakt heb voor de dingen die ik in Kapellen bijvoorbeeld ga verkopen. Dat is simpel hoor. Sleutelhangers en pennen en dat soort dingen. Niks bijzonders. Iedereen zei toen, en daar heeft iedereen gelijk in, waarom maak je niet een metalen plaat met daarin die gaten? Nou, dat is correct. Alleen, ja, goed, ik zat dus al met die wens van dat ik een wat sterkere laser wilde. Bovendien, ja, je moet dan ook de middelen hebben en iemand hebben die die metalen plaat voor je kan gaan maken. En dat had ik eigenlijk niet. Met alle gevolgen van dien, dat ik daarom, zeg maar, niet in staat was om, omdat één op één te gaan doen. En dat zal best wel iemand zijn in de community die me daarbij kan helpen. Ik heb bijvoorbeeld, voor de mensen die aan 3D printen doen, ik heb op Thingiverse wel degelijk ook het model van die achterplaat gevonden. Dus er kan wel degelijk dat ik dat zou kunnen printen. Alleen ik vermoed, de 3D printwereld goed kennende, omdat ik zelf 2 3D printers heb, de kwaliteit daarvan ook niet zo verschrikkelijk hoog zal zijn. En dit is dus een terugkerend probleem. Op enig moment slijt dat weer uit. Goed, lang gedacht, lang gewikt en gewogen, financiële meevaller gehad en dat was de reden waarom ik uiteindelijk toch voor die Ortho Laser Master
3 ben gegaan. Dus in feite één versie hoger, maar is niet helemaal waar, want na de Laser Master 2 kwam de Laser Master 2 Pro. Dus eigenlijk sla ik één model over en kom het nieuwste model. Ja, dan zul je je ook afvragen, want er zijn zoveel andere modellen. Hè. Sculpfun heeft een 10 watt of zelfs een 20 watt laser. X-Tool heeft een hele mooie, de D1, in een 10 watt versie en een 20 watt versie. Waarom dan die Otto Laser Master? Nou, eerst even waarom 10 watt en geen 20 watt? Laat ik dat eerst duidelijk maken. Iedereen die met lasers zich bezighoudt, zal zich moeten realiseren dat een 20 watt laser natuurlijk prachtig is als je hout wil snijden. Maar de vraag is, heb je dat nodig? Want deze laser kan hout snijden tot zelfs boven een centimeter. Ja? Centimeter dikke hout snijden doe ik meestal met een zaagmachine en niet met een laser. Dat is één ding. Dus als ik naar 20 watt ga, kan ik misschien 2 centimeter dik hout snijden. Nou, dat is lekker belangrijk. Nee? Tenminste, voor mij is het lekker belangrijk. Het is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is vooral graveren. En natuurlijk dat je wat dikker hout kunt snijden dan die 3 mm timmerhout. Realiseer je wel dat als je een 20 watt laser zou kopen, dat je dan een laser hebt die, zeg maar, voor wat het betreft het graveren van hout en dergelijke, veel moeilijker te controleren is dan een 10 watt laser dat is. Dat gezegd hebbende, is dat dus de reden waarom ik voor een 10 watt versie kies. En dit is wel uitgangsspanning, dus geen ingangsspanning. Dus met andere woorden, hij is ongeveer 3 keer zo sterk als mijn vorige laser. Ja? En dat klopt ook wel, 3 mm timmerhout of een centimeter. Ja? Dat is ongeveer 3 keer. Nee? 10 watt, dus waarom dan voor Ortur? Nou, ten eerste vind ik zoals die eruit ziet, en dat zullen we zo meteen gaan zien. Hij ziet er werkelijk. Het is niet meer dat wat we gewend waren, zeg maar, zo'n extrusie, aluminium extrusiesysteem van 2 bij 2 centimeter extrusies, die je dan in elkaar moet schroeven en dat daar dan zaak overheen loopt. Nee, het is echt, dat zullen we zo meteen zien, echt een ongelooflijk mooi apparaat om te zien. Dat is één. Nou ja, goed, het gaat natuurlijk niet om te zien, dat is duidelijk. Ja? Er zijn een paar andere dingen. Voor mij misschien wel doorslaggevend is niet zozeer de snelheid waarmee die kan laseren, want deze wordt gepropageerd voor 20.000 millimeter per minuut. Is dat zinvol? Denk het niet. Ja? Het is leuk dat hij dat kan, voor mij niet belangrijk. Maar wat wel weer belangrijk is, is dat hij overweg kan met mijn rotary roller, die is ook van Ortur, de ERR2. En dat hij dat op een hele intelligente manier doet. Links achterin zullen we straks zien, in zit een schakelaar. Ik kan dus die ERR rotary roller aansluiten en ik kan simpelweg die schakelaar omzetten, daarmee de gewone Y-as uitzettend en dus de Y-as van de rotary roller aanzettend. Terwijl normaal moet je allerlei settings gaan veranderen, allerlei dingen gaan doen. En dat gaat hier dus een stuk gemakkelijker. Dus hij kan met mijn ERR overweg. Dat is alvast heel belangrijk. Daarnaast zijn zijn connectiemogelijkheden zijn, enorm. Ja? Natuurlijk, USB-kabel, geen probleem. Ik hoor wel mensen die, zeg maar, zeggen dat, want het is nu gewoon zo'n brede USB naar een brede USB. Terwijl bij de meeste lasers dat zo'n vierkante USB is naar een brede USB. Dat noemen ze, geloof ik, USB-A en USB-C, geloof ik, meen ik dat het heet. Dat is een dingetje, maar daar kan ik wel mee leven. Maar daarnaast kan hij met wifi overweg. Hij kan werken via SD-kaart. Hij kan werken via een WebUI. Dus zeg maar met een webbrowser waarop je een IP-adres invult en vervolgens van daaruit kunt bedienen. Maar ook een app voor je telefoon en voor je tablet. Conclusie: heel erg veel verbindingsmogelijkheden. Prijsmatig. Wordt die geadverteerd op de website van Ortur zelf als je geen korting zou krijgen, 7.500 euro. Ze hebben eigenlijk altijd acties, dus reken bij Ortur zelf voor 700 euro. Maar dit apparaat heb ik gekocht via Geek Maxi. En Geek Maxi heeft een magazijn in de Europese Unie. Dat is heel belangrijk. Waarom? Boven een bepaald bedrag, ik geloof in Nederland boven de 150 euro. Betaal je invoerrechten. Zodra als het apparaat natuurlijk van buiten de EU vandaan komt. Want als het uit de EU vandaan komt, betaal je geen invoerrechten. Dat is heel simpel. Dus dat is een heel belangrijk gebeuren. Daarnaast het bedrag wat hij gekost heeft. 618 euro's. Alles bij elkaar. Met de korting eraf. Omdat ik voor de eerste keer bij die jongens kocht, kreeg ik een bon. En die bon was 4% korting. En 4% alles bij elkaar. 618 meen ik.
En dat scheelt toch bijna 100 euro met de prijs die Arthur vraagt. En zoals je ziet aan de doos, het is een echte Arthur. Oké, wat wij gaan doen? Wij gaan aan de gang. Ik heb meerdere camera's die hierop gericht gaan staan. Ik ga de camera van boven aanzetten. Dus ik moet weer even spelen met mijn software. Even kijken, we gaan deze aanzetten. Ja, en dan kijken we van boven op de doos. Ik ga er een Stanley mes bij halen. Zo. En dan gaan we de doos openmaken. Nogmaals, dit zal waarschijnlijk niet de laser zijn die ik meeneem naar België. Ik moet ook nog een heleboel dingen doen voor deze laser. Dat zijn allemaal dingen die ik niet vanavond ga doen. Want ik wil er natuurlijk een plaat onder hebben. En die plaat, ja, want daar zit ik ook altijd mee. Ik heb een omkasting van Comgro. Luc heeft die ook, hè? Luc heeft ook diezelfde omkasting. Prima ding. En het enige is dat zeg maar die omkasting die staat dus los op die plaat en die beweegt alle kanten op. Dus heb ik al de nodige voorbereidingen moeten doen en ook al gedaan. Ik zal even wat dingen laten zien. Hoekjes gemaakt, 2 centimeter hoog. Die gaan op die houten plaat geschroefd worden, zodat die omkasting van Comgro precies hierin past. En die omkasting kan dan niet meer naar links, niet meer naar rechts, niet meer naar voren en niet meer naar achter. Die plaat die eronder komt, die heeft ook de maat net iets groter als die omkasting van Comgro. Vervolgens komt straks die laser daarin te zitten. En in die laser moet natuurlijk eigenlijk ook gewoon heel mooi, even kijken hoor, ja, heel mooi netjes staan. En daar hebben we ook pootjes voor, die zijn gewoon op Thingiverse te vinden. 4 pootjes die vastgeschroefd worden op die houten plaat. En zo hebben we op die manier ook een systeem om die laser op vast te zetten. Doordat je met een IR rotary roller gaat werken, dat is dus een wat grotere ding, zal de laser omhoog moeten. Daar ben ik voor aan het ontwikkelen. De eerste heb ik geprint. Deze verhoogt het systeem straks met 12 centimeter. Hij kan hier precies overheen. Dus hier zit een uitsparing in aan de onderkant. Ik weet niet of je dat kan zien. Daar past zo'n pootje precies in. Dus zo wordt hij gestaan. Alleen is nu even belangrijk of het pootje van de laser zelf hierin gaat passen. Als dat zo is, kan ik de andere 3 ook printen. En dan kan ik dus ook de laser 12 centimeter omhoog halen. Plus nog 2 dingen. Aan de probleemkant bij deze laser, want natuurlijk heb ik me hierop ingelezen, dat mogen duidelijk zijn. Het eerste is, zullen we straks zien dat er een aansluiting zit voor een R-assist. En die R-assist die wordt als het ware door de behuizing van de laser heen gespoten naar beneden in een soort van trechter waar dan de laser doorheen gaat. Alleen wat ik overal hoor is dat er een soort van vortex ontstaat, oftewel een soort van winddraaiing. Waardoor zeg maar de lens van de laser erg gauw vies wordt. Dus wat we gaan doen, maar dat gaan we later pas doen, maar ik heb het al wel geprint, is een palaatje of een kolommetje, zeg maar met een gaatje erin, helemaal er doorheen. Dat gat gaat er helemaal doorheen aan de zijkant van die laser. En ik heb inmiddels bij AliExpress in China een aluminium buisje van 4 mm buiten diameter, 2 mm binnen diameter, die zeg maar straks de R-assist gaat vormen. Die heb ik al geprint. En tot slot, moet even kijken of dat ook werkelijk een probleem is. Dat zullen we gaan zien. Maar de kabelboom die aan de linkerzijde van de machine zit, zeg maar waar de Y en de X-as en alles op aangesloten is, die schijnt nogal wat vreemde capriolen te maken met het heen en weer schuiven. En er is iemand geweest die heeft daar iets voor geprint om dat beter in zijn gereel te krijgen. En dat heeft hij dan gemaakt ook natuurlijk, logisch, niet alleen geprint. En dat ding heb ik ook gedownload, dat heb ik hier ook. We moeten zien of ik dat ga gebruiken. Maar dat gaan we vanavond nog zien, want ik doe vanavond de bouw. Oké, we waren aan het unboxen. Die Ronald die kletste wat overheen, dat wil je ook niet weten. Mijn vriendjes uit de Oekraïne, daar heb ik vandaag hele leuke dingen mee gedaan. Daar ben ik mee gaan frisbee golven. En dat niet alleen. We hebben daarna gespeeld op de Wii. En dat was een leuk feest weer. Ik lach me kapot met die kinderen. En het is ontzettend leuk om mee te werken. We gaan de doos openmaken. Zo. Ja, ik had het kunnen weten, want ik heb de doos op meerdere plekken gezien. Er is een andere doos die erin zit.
En die gaan we er even uithalen. Dus ik ga hem op de grond zetten. Hoi, hoi. En dan ziet hij er zo uit. Mooie doos. Je kunt al gelijk zien dat er aandacht aan besteed is door Arthur. Ik heb wel een beetje problemen met Arthur, dat mag je rustig weten. Een tijdje terug heb ik ze benaderd. Mijn videokanaal is groeiende. Of ze niet iets konden doen zodat ik ook een videootje voor hun kon maken als productreview. Maar ze zijn eigenlijk zo onbeschoft dat ze er helemaal niet eens op reageren. Ja, je krijgt een geautomatiseerde mail terug van we hebben uw mail ontvangen. En vervolgens hoor je er nooit meer iets van ze. Dat vind ik jammer. Maar neemt niet weg dat Arthur wel hele goede lezers maakt. En je kunt van mij aannemen dat van elk model lezer wat jij koopt, er zijn altijd wel wat dingen die niet in orde zijn. Zo ongetwijfeld ook bij de Arthur Laser Master. Zo, ik ga de doos openmaken. Mooi systeem. Hoppakee, er ook af. En dan gaan we de doos verder openmaken. Zo. En zoals we gewend zijn tegenwoordig, want ook in China wordt toch wel ook aan productontwikkeling gedaan, dan zien we mijn camera staat, geeft een stukje tweede beeld. Daarboven. Ik zie het. Ja, dat heeft te maken met, dat kan ik wel oplossen hoor, dat is wel niet zo'n probleem. Het heeft te maken met OBS, dat is waarmee ik de stream doe. Ik heb daar namelijk de verschillende camera's aanstaan en de camera die daar aanstaat is denk ik, even kijken, de Logitech Cam. Als het goed is moet die nu zometeen weggaan. Er zit 15 seconden vertraging tussen. En die even, het zou er wel bij die. Ja, zie je dat? Dan, nu verdwijnt dat stukje bovenin die camerabeelden van bovenin verdwijnen. Kan ik verder niet veranderen deze camera. Dit is namelijk mijn telefoon. En die krijg ik niet full screen in beeld. Maar goed, ik denk dat het zich wel gaat hoor. Dus oké. Verpakkingsmateriaal. Ook duidelijk. En dan krijgen we allerlei boekjes. Installatiehandleiding. Installation manual. Natuurlijk niet in het Nederlands, dat mogen duidelijk zijn. Maar ook vind ik ook weer niet zo erg hoor. Laat ik dat ook voorop stellen. Ik spreek voldoende Engels, Duits om dat te kunnen doen. Bovendien heb ik de computerversie ook op de PC staan. Ik weet alleen nog niet of ik hem gebruik, ja of nee. Maar ik leg hem aan de kant hier, want die is misschien nodig. Dan een verhaal over de lasermodule. En frequently asked questions and maintenance, oftewel onderhoud. Nou, vind ik ook wel heel belangrijk dat dat er is. Moet ik achteraf eens even gaan lezen, want dat vind ik nog wel interessant. Maar je ziet, ik heb de doos nog niet geopend, want ik maak hem echt net pas open. Ondanks dat hij er 2 dagen heeft gestaan, was het heel erg moeilijk voor mij om eraf te blijven. Maar ik ben eraf gebleven. En hier is die dan. Even verder kijken, want er is natuurlijk nog meer. Een certificaat van conformity. Nou, dat kan je vertellen dat je daar niet al te veel waarde aan moet hechten. Dit is Chinese conformity. Dus volgens de Chinese regels, onze wetgeving hier in de EU is een stukje strenger. Maar wat wel heel erg belangrijk is het CE-keurmerk natuurlijk. Met andere woorden, deze is wel degelijk ook toegelaten hier in Nederland. Dat geldt ook voor een assortiment van laboratorium certificate. Hartstikke gezellig. Hartstikke mooi. Kan ik mooi mee naar het UWV straks en zeggen van ik heb een certificaat gehaald. Flauwekul natuurlijk niet. En dan. Items that must be checked after the installation. Deze gaan we nodig hebben. Ja. Oké. Dit is gewoon een kartonnen kaartje met wat plaatjes erop en wat tips en dergelijke. Dus die ga ik hier neerleggen, want die gaan we nodig hebben. Die certificaten die gaan zo lang hier naar beneden. Ja, en dan komen alle onderdelen. Laat me hem even op de grond zetten, zodat we ruimte krijgen, want die hebben we nodig. Die ruimte. En dan beginnen we.
met het eerste materiaal. En dat gaat er gelijk al heel erg fraai uitzien. Dit is de voorkant van de machine, lieve mensen. Met een, even goed draaien, zo, een noodstop. Die wel een kwartslag gedraaid moet worden voordat die weer beschikbaar is. Dus als je zo'n laser koopt en deze is ingedrukt, krijg je je laser niet aan de praat. Maar dan komt het omdat je deze even een kwartslagje moet draaien. En dan is die vrijgeschakeld. Heel interessant, nog nooit in mijn laser gezien. Een slot met een sleutel zometeen erbij. En als die op off staat, kan je hem proberen aan te zetten, maar dat gaat je niet lukken. Zo kunnen kinderen dus nooit per ongeluk je laser aanzetten op het moment dat jij hem op slot gezet hebt. Dan de aan- en uitknop. Ook niet onbelangrijk. Dan op de achterzijde hebben we om te beginnen wat aansluitingen. Een SD-kaartslot. Even kijken, er zit nog geen SD-kaart in. Heel belangrijk bij deze laser, tenminste wat ik overal heb gezien. De SD-kaart die mee wordt geleverd zometeen, die zullen we zometeen gaan zien. Die moet erin zitten tijdens het gebruik, anders doet hij het niet. Dan hebben we hier een tweetal knoppen. En de ene die heet reset en de andere die heet boot. Nou, ik weet niet wat het grote verschil gaat zijn. Voor mijn gevoel, als je een computer reset, dan boot hij hem ook automatisch. Als je hem boot, dan eigenlijk reset hij dan ook automatisch. Dus wat daar die Chinese zin van is, dat weet ik niet. Maar hier hebben we die pootjes die aan de onderzijde zitten. En nu kan ik gelijk even testen of datgene wat ik ontwikkeld heb, of dat past. En ik kan je vertellen, dat past. Ja. Oh, daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent dat ik deze nog 3 keer kan printen. Dat duurt 6 uur per stuk. Geeft verder niet. En dan heb ik dus de verhogers voor het hele framewerk heb ik ook klaar, zeg maar. Oké, die leg ik alvast hier neer. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Zo. Gelijk ook de achterzijde. Die is er natuurlijk ook gelijk bij. Dit is de achterzijde met wat kabelwerk wat we zometeen moeten gaan doorvoeren. En hier hebben we die schakelaar waar ik het over heb gehad zojuist, waarmee je hem kunt gaan schakelen tussen de normale EIAS-modus, oftewel het normale laserwerk, of de werking met die rotary tool. En die rotary tool die moet dan hier zo worden aangesloten. Even kijken of ik die omhoog kan houden. Daar zo. Ja? Oké. Okay. Verder moet het natuurlijk in elkaar gezet worden, dat mogen duidelijk zijn. Ik zet hem hier als tweede item neer. Dan een prachtige boxje, deze kan inmiddels weg. Met alle onderdeeltjes die benodigd zijn om hem in elkaar te zetten. Nou, je zal schrikken, want dat is niet zo heel erg veel. Waar ben ik? Hier ben ik. Even, daar. Zoveel is dat niet. Ja. Hij is dus redelijk in elkaar te zetten. Onder andere hier die beide sleutels. Die daar op dat sleutelgat kunnen. Nou, ik laat het even zitten. We gaan dat zometeen natuurlijk gebruiken als we hem in elkaar zetten. Ik leg het aan de kant. We gaan de doos erbij halen. Er zit weer zo'n plaat in. Die gaan we weer wegdoen. Ja. Even kijken. Deze is wat zwaarder. Het is net een modeltrein als je het zo ziet. Hè? Hier zit de trein en nou, flauwekul natuurlijk. Wat vinden we hier? Om te beginnen de stroomvoorziening. In dit geval twee delen bestaan, dat was in het verleden niet zo. Hier komt dus zometeen een stekker in, die heb ik hier. Die gaat daarin. Andere kant in het stopcontact, keurig een Nederlandse stekker en geen Engelse stekker. En wat heel fijn is, want bij veel van die apparaten heb je zo'n blok waarbij hier de stekker aan zit. Maar als je dat in een stopcontact duwt, en zeker in een stopcontact met meerdere contacten, dan blokkeer je andere contacten die je dan niet kunt gebruiken. Nou, dat kan je met zo'n stekker natuurlijk altijd. Dus dit is de stroomvoorziening. Even aan de kant leggen.
Hier zit vervolgens ook de USB-kabel in. En inderdaad, tweemaal een brede. Die ik even kan laten zien. Lastig. Moeilijk te zien. Hier hebben we er eentje. En daar hebben we er eentje. En het zijn dus twee van die brede. Dat is verrassend, want dat is normaal niet het geval. Dan gaan we naar de assen. Dit is de X-as. Oftewel, diegene waar je laser straks op moet zitten. Hier komt je laser op te zitten. En die gaat dan ja, hierop lopen. Tenminste, dit is dan, hij gaat zo lopen. Ja. Oké. Die leg ik ook even weg. Dan de kabelboom. De gevraagde kabelboom. Maar, dat is een stevig kabeltje. Niet allemaal losse kabeltjes, maar gewoon een stevig kabeltje waarin zeg maar alle aansluitingjes zitten. En ik heb begrepen dat er één of twee zijn die je helemaal niet gebruikt. Dat is ook heel grappig. Eén daarvan kan ik wel zeggen. Die zal gelabeld zijn met de letter Z. Denk ik. X-as. L, C. Oh ja, deze hier. Deze hier is gelabeld met een lettertje Z erop. Als je je afvraagt waarom, dan kan ik je zeggen dat, ik zal zo het antwoord geven, Luc, hoor. Maar dan kan ik je zeggen dat Ortur bezig is ook met een Z-asmotor. Die zeg maar automatisch dus omhoog en omlaag gaat om hem te focussen. Daar zijn ze mee bezig, die is nog niet klaar. Ik weet niet of ik dat wil hebben later, want dat hoeft voor mij allemaal niet zo. Dat is schniksnak. Maar dat kan hier dus ook op worden aangesloten. Jij vroeg naar het werkvlak. Het werkvlak is kleiner dan mijn Laser Master 2. Mijn Laser Master 2 die heeft 400 bij 430, dus 40 bij 43. De Laser Master 3 heeft 40 bij 40. Maar als ik heel eerlijk ben, dat heb ik natuurlijk in dat anderhalf jaar dat ik hem, bijna anderhalf jaar dat ik erin heb. Ik gebruik eigenlijk nooit mijn volledige werkvlak. Dus die 3 centimeter die ik daar verlies, ik vind het mooi. Straks zullen we het ook nog even over hebben dat het zeg maar ook nog mogelijk is dat je nog iets kleiner werkvlak krijgt. Maar dat heeft dan weer ergens anders mee te maken. Daar komen we straks even op terug. Dan hebben we hier nog een kabeltje voor het aansluiten. Daar kom ik zo ook nog wel op terug. Ik heb zo nog, dat is de laserkabel. Die komt in de bovenkant van de lasermodule. En die wordt dan aangesloten op die kabelboom. Ja. Deze kabel is goud waard. Dat is namelijk de kabel en dat staat er ook op. Weer even in de camera proberen te brengen. Andere kant weghalen. Focus die. Nou, daar staat IRR op, laat ik het zo zeggen. En IRR, dat is dus die rotary tool. Dit is dus de kabel die je standaard al aan kunt sluiten voor je IRR. Nou, ook niet verkeerd om te hebben natuurlijk. Dan, de luchtslang voor de Air Assist. Dit is een luchtslang die we hier hebben. En die kan dus worden aangesloten op mijn aquariumpomp die ik gebruik voor de Air Assist. En in eerste instantie gaat hij dus boven in de lasermodule komen. Maar later wil ik hem dus met dit systeempje daarnaast gaan brengen. Ja, yeah, it looks fantastic, Tima. It is really a very nice device. But it wasn't cheap as well. It was almost 620 euro, this device. Dan gaan we naar het allerbelangrijkste wat er natuurlijk in zit. En wat is het belangrijkste? Dat zullen jullie ongetwijfeld weten. Dat is de lasermodule zelf. Want de hele kracht die een laser kan maken is natuurlijk puur afhankelijk van de lasermodule. Deze lasermodule wordt ook op andere apparaten gemonteerd. Dus is niet alleen specifiek voor dit apparaat. Maar het is wel een echte Ortur. En dat wil zeggen dat die ook wel voor Ortur gemaakt is natuurlijk. Ik ga hem er even uithalen, kan je hem ook zien. Nou, hier hebben we wat losse onderdeeltjes. Die zal ik je straks even laten zien. Maar om te beginnen hebben we hier dus de aansluiting voor die stekker die we net zagen.
Hier zit een rubber dopje in en als we dat rubber dopje eruit halen, komen we bij de aansluiting van de slang van de Air Assist. Dan hebben we het systeem waarmee die vastgezet wordt op de rails, zeg maar. En heel belangrijk, alle andere auto's tot nu toe hadden een metalen cilindertje wat je eronder moest zetten om te focussen. Deze heeft een focuspootje, net zoals de X-Tool D1 dat heeft. En ja, vervolgens werkt dat dan. Yes, Tima, it's expensive, but hobbies are costing money, are costing groshy. And so, no problem. Oh, wat leuk. Er is iemand die reageert ook in het Oekraïens. Ik kan alleen de naam niet goed lezen. Ik heb heel slechte ogen, jongens. Sorry. Maar leuk dat je in het Oekraïens of in het Russisch reageert naar Timo. Tima en Roman spreken Russisch. Maar dat komt omdat dat standaard is in de Oekraïne. De Oekraïne was vroeger natuurlijk een onderdeel van Rusland. En vandaar dat die ouders en dergelijke, die spreken allemaal Russisch. Maar ze verstaan ook de nieuwe taal, het Oekraïens. Dat is de taal die ik gestudeerd heb inmiddels. Die waar ik mee bezig ben geweest, 4 maanden. Dus ik spreek een heel klein beetje ook hun taal. Maar ik vind het leuk als iemand ook de moeite neemt om iets te vertalen voor deze kinderen. Tima is 13 en is een hele grote vriend van ons. Ik mag hem heel erg graag en dat geldt ook voor Roma. Roma is ook een jongen waar ik heel graag mee werk. Oké. Dit apparaatje. We gaan straks de montage zien. Daar gaan we er iets meer van zien. Ik heb geen ruimte meer. Ik leg hem weg. Goed, dan krijgen we de twee railsen, links en rechts. Dit is de één. Het is niet zo heel veel bijzonder, maar hier gaat straks die as overheen lopen. En ik ga gelijk ook de tweede erbij halen, want die zit eronder. Er zit natuurlijk weer een klein... het is wel heel netjes, hè? Een beschermingetje, zodat die twee niet over elkaar lopen te krassen, want het is een fantastisch mooi apparaat. Je zegt, Tima lijkt smart. Tima is smart. Tima is heel clever. Roma ook. En dat is ook waarom ik graag met ze werk. Ik hou van slimme jongelui. En daarnaast, en dat mag je rustig weten, ik ben niet alleen bezig met deze kinderen 3D-printles te geven, maar ik hou me ook bezig met hun zielenheil. Ze hebben natuurlijk in een jaar tijd meer meegemaakt dan de meeste en gemiddelde mensen in het leven meemaken. En ik probeer me ook bezig te houden met dat soort dingen met deze jongens. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik weet dat die jongens dat ook heel erg fijn vinden. En ja, zal ik daarop zeggen. Het geeft gewoon een goed gevoel om die jongens te kunnen helpen. Oké. Dit hoorde dus bij die laserkop. Die leg ik daar maar even bij. Dan heb ik hier nog het een en ander. Nou, de wifi-antenne die we straks nodig gaan hebben. Zo. De twee riemen, want er zitten wel degelijk riemen in. Er zitten er 3 in. Eentje is er al voor gemonteerd hieronder in die X-as. Maar hier komen ook riemen in te zitten. Die heb ik hier. 2 stuks. Wat onderdelen voor de luchtslang. Zoals deze hier, die grote. Deze... Ja. Daarmee kun je de lucht reguleren, hoeveel lucht er gegeven wordt. Dus als jouw luchtpomp, zoals die van mij, niet instelbaar is op de hoeveelheid, dan kan je die, dan kan je dat reguleren hiermee. En er zit een aansluiting als je, als je die nodig zou hebben, maar deze gaan we gebruiken straks om hierin te draaien. Hierbovenin. Ja, daar gaan we deze voor gebruiken. Goed, dat is voor later zorg. She says not smart. Well, Tima is smart. You can believe me that he is. Really. The only thing is Tima likes to play. He likes to play. And that's of course because he's 13 years old. So of course he likes to play. I understand that totally. En dan hebben we de laatste dingen die we hier hebben. Om te beginnen. Je beschermende bril. En dit keer in de juiste kleur. Daar hebben ze best wel wat kritiek over gehad.
Want bij de vorige modellen leverden ze hem in het groen, terwijl bij onze blauwe diodelasers eigenlijk in het oranje geleverd moet worden. Nou, hier is een oranje. Ik geef toe, en dat zeggen heel veel mensen in Amerika ook, en daar hebben ze eigenlijk wel een beetje gelijk in. Als je je ogen goed wil beschermen, heb je een hele goede bril nodig. Nou, ik heb eigenlijk een dubbele bescherming, want die ComGrow omkasting, samen met die bril biedt meer bescherming dan elke bril dan ook. Dat kan ik op voorhand al zeggen. Die gaat ook aan de zijkant. En dan hebben we nog een zakje hier onderin, en dat is het laatste. Dan is die leeg. Dan halen we alles eruit. En dat zijn wat onderdeeltjes. Dat is eens even kijken. Dat zijn wat tie-rapjes voor het vastzetten van de kabels natuurlijk. Dan een borsteltje om iets schoon te maken aan het apparaat. En wat modelletjes, wat dingetjes waar je mee kan experimenteren, zoals een stukje acryl, wat houten plaatjes en een aluminium visitekaartje. Nou, hout en aluminium kaartjes heb ik zat en dat geldt ook voor acryl. Tie-wraps, altijd handig. Het kwastje, nou, who knows. We gaan het zien. Ik ga het er weer in doen. En dit was het unbox gedeelte, lieve mensen. Ik zeg dat bewust even op deze manier.